Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerblazen.nl. Geleidelijk krijgen we te maken met een noordelijke stroming, aanvoer van lucht vanaf de Noordplo. Het wordt kouder en ook wisselvalliger, want er komen meer buien aanzetten vanuit het noorden. Een laag drukgebied wordt van invloed op ons weer, en met die noordelijke stroming komen geregeld buien onze kant op. Dat merken we vanavond al, vanuit het noorden wordt de buigheid steeds groter, daarbij is kans op onweer en de temperatuur gaat vannacht al dalen naar 2 tot 3 graden. Ook morgen is het wisselvallig met geregeld buien met kans op onweer... hagel en natte sneeuw in het zuidoosten van het land. Met veel wind en 5 graden in het zuidoosten van het land... tot 7 graden langs de kust is het vrij guur. Ook op zondag is het nog koud met 5 tot 7 graden in de middag. In de nacht naar zondag toe is kans op lichte vorst. Verder verdwijnen de meeste buien op zondag in het oosten van het land... Maar in het westen blijft nog een enkele bui mogelijk. Maandag blijft het nagenoeg droog, maar is het nog wel koud met 5 tot 7 graden. Het waait wel minder vanuit het zuidwesten. Vanaf dinsdag gaat het kwik weer iets omhoog en wordt het wisselvalliger. En dat laat ook de meerdaagse zien dat geleidelijk aan de temperatuur vanaf woensdag weer omhoog gaat richting de 10 graden. Ik ben Nian Bouy van weerblazen.nl.